Iets anders. Voor het eerst in lange tijd horen we namelijk weer eens iets van Joran van der Sloot. Ja, gehuld in een geruite pyjamabroek, een blauwe winterjas en op crocs staat hij in de deuropening van zijn cel in Peru. Hij zit in een zwaar beveiligde gevangenis in Peru. En televisiemakers uit Zuid-Amerika die gingen daar langs, filmden meerdere gevangenen. Onder wie dus Joran van der Sloot. Hij zit daar vast voor de moord op Stephanie Flores, maar werd natuurlijk helaas wereldberoemd vanwege de verdwijning van Natalie Holloway. Door de documentairemakers wordt hij voorgesteld als moordenaar, oplichter, afperser en dief. ¿Qué tal por acá, por Chayapalca? Devuelto segunda vez en Chayapalca. ¿Y por qué? Mal portamiento, parte mío. Esta es la celda que le han acondicionado al asesino de una joven, Joran van der Sloot. Ahora sonríe, pero ¿qué le dirá al padre que tuvo que enterrar a su hija luego que ese sujeto le quitara la vida? Ja, toch raar om te zien, of niet? Ja, die verslaggever, mooie teksten van dat is de persoon die een jonge vrouw heeft vermoord. Maar ja, hij gedraagt zich ook wel weer als een soort filmster, die Joran van der Sloot. Met een smile staat hij daar de pers te woord. Maar hij ziet er nog wel redelijk uit, want die omstandigheden zullen daar niet al te best zijn.